Voorlopig is dit een parking in Lokeren, Oost-Vlaanderen, België. Maar over een paar minuten, ik denk zelfs 5 om precies te zijn, gaan die deuren open en stromen de mensen binnen en zie je die parking en al die lijnen die er staan en die markeringen waarbij je alleen maar links mag rijden. Niemand gaat zich nog aan de reglementen houden, want iedereen gaat zich klaarmaken voor muziek. Muziek op de Lokerse feest en wij ook met All Areas. Ja, de hele avond wordt er geweldig losgegaan, wordt er absoluut niks meer aangetrokken van die reglementen. Want vanavond, een tricolore avond, Arid staat hier op het podium, Milo, het feestje wordt er ook helemaal compleet gemaakt door The Magician, de koning van de remix, zeg maar. En vanavond, de grote headliner, Brian Ferry. Vroeger van Roxy Music, ja, maar heeft iemand gewoon meegenomen. Ja, hij heeft ook nog iemand meegenomen, Johnny Marr. En deze middag heeft Lisa een direct tweet gestuurd naar Johnny Marr, vroeger van The Smiths, maar nu dus bij Brian Ferry. En de vraag was, Wat is je power animal, Johnny? En wat is eigenlijk je totem? En zij heeft echt een antwoord gekregen via Twitter. Ik kan het checken trouwens als je volgt. En zijn antwoord was, dat moet je straks maar vertellen. Daarvoor, moet je straks luisteren. En live muziek ook van gisteren, want toen speelde er Damien Junior Gomali. Celso. En Orbital. Onder andere Orbital. En nog veel meer. Straks vanaf 7 uur. All Areas, tot en met 11.